Welkom in het eerste filmpje over warmtecapaciteit. Warmtecapaciteit van een voorwerp. Ik stop een voorwerp in de oven, bijvoorbeeld een lekkere veggieburger, en die heeft een begintemperatuur, theta B. Als ik die na een tijdje eruit haal, dan heeft die een eindtemperatuur, theta E. Dan zal mijn temperatuurverschil eindtemperatuur min begintemperatuur zijn. Dat temperatuurverschil zal overeenkomen met opgenomen warmte, zal evenredig zijn. Heb ik dubbel zoveel warmte opgenomen, zal er dubbel zoveel temperatuur gestegen zijn. Dus kan ik zeggen dat de opgenomen warmte een constante maal het temperatuurverschil is. Oftewel, de opgenomen warmte is de grote C als constante maal het temperatuurverschil. Waarbij die grote C de warmtecapaciteit van het voorwerp is. We gaan er in de grafiek bekijken. Als ik dat zou uitplotten in de temperatuur, ja, dan beginnen we op een bepaalde temperatuur. En na een hoeveelheid warmte toe te voegen, eindigen we op een bepaalde temperatuur. Maar dat is lastig om met formule te werken. Het is simpeler om te werken met ons temperatuurverschil. Dus we beginnen met nul temperatuur gestegen natuurlijk. En na de bepaalde hoeveelheid warmte is er een bepaalde hoeveelheid temperatuur gestegen. Dus de temperatuurverschil is evenredig met de warmte. Oftewel, de warmte gedeeld door het temperatuurverschil is een constante waarde. Dus dan kunnen we zeggen dat Q gedeeld door dus dat temperatuurverschil gelijk is aan een constante. Maar als we dan de richtingscoëfficiënt willen bekijken, dat is meestal het verschil in de y-richting gedeeld door het verschil in de x-richting, hebben we het omgekeerde. Dus delta theta gedeeld door Q is 1 op c. Dus 1 op c komt overeen met onze richtingscoëfficiënt. Of met andere woorden, hoe groter de warmtecapaciteit, hoe kleiner onze richtingscoëfficiënt. Wat ook logisch is. Want dus bij eenzelfde hoeveelheid warmte, zal die veel meer van die warmte hebben opgenomen en dus minder gestegen zijn. Of omgekeerd, bij eenzelfde temperatuur, bijvoorbeeld op deze lijn die ik nu vorm met mijn cursor, heb ik dezelfde temperatuurstijging, maar waarbij ik bij dit voorwerp zoveel warmte heb opgenomen, heb ik bij dit voorwerp veel meer warmte opgenomen, dus een veel hogere warmtecapaciteit. Nu, als ik een glas met een vloeistof opwarm, dan zal die opgenomen warmte naar het glas vloeistof gaan. Een deel naar de vloeistof, en dan kan ik dan berekenen met de warmte die is opgenomen door de vloeistof, is de warmtecapaciteit van de vloeistof, maal het temperatuurverschil. Maar een deel is ook naar het vat gegaan. Dus de warmte die door het vat is opgenomen, is de warmtecapaciteit van het vat, maal het temperatuurverschil. Dus bij experimenten ga je zorgen dat je de warmtecapaciteit van het vat kent, zodat je de warmte opgenomen door de vloeistof kan berekenen als de warmte in totaal opgenomen min de warmte van het vat. De warmtecapaciteit van een voorwerp hangt dus af van de onderdelen waar het voorwerp uit bestaat. Dat is de aard van de stoffen en de massa van de stoffen. Dus bij experimenten gaan we verschillende massa's van eenzelfde stof verwarmen, of we gaan verschillende stoffen met eenzelfde massa verwarmen. En dat gaan we zien in een praktijk.